Hallo, dit keer zijn we onderweg naar jachthaven Crezee in Lage Zwaluwe. Bestemming bereikt. De jachthaven ligt aan de Kwistgeldweg in Lage Zwaluwe. Je kan er via twee manieren komen. Via de noordingang en via de zuidingang. Open die poort. Via welke ingang wij komen is niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval, je kan dus ook via de andere kanten komen. Voor het hek even bellen dat je erop wil en ze doen de poort voor je open. Nou, zoals de naam al zegt, ligt de camperplaats direct aan de jachthaven. En een leuk uitzicht. In de zomer moet het best een drukte zijn op het water. Leuk om te zien. De camperplaatsen zijn aangelegd in een visgraadmodel. Maar onze grotere camper hebben wij op het voorste plekje gezet. Daar zijn nog twee plekjes die wat groter zijn. Hier is het goed te zien hoe de camperplaats is aangelegd. Allemaal een eigen stukje gras voor de deur. En hier zie je ook dat er een caravan staat. Want ook deze zijn hier toegestaan. Hier een mooi beeld vanuit de drone van de omgeving. En zo is het nog eens goed te zien. Vooraan zijn er dus wat grotere plekken waarop wij staan. Er is een mooi toiletgebouw aanwezig. En super netjes schoon. Mooie foto's te zien van de omgeving trouwens. Douchen is inclusief. Er hoeft dus niet apart voor betaald te worden. Wifi is ook inclusief. Maar elektriciteit kost 3 euro per dag. Het staangeld is momenteel 15 euro per dag, maar dat is exclusief toeristenbelasting van 1 euro per persoon. Tevens zijn er wasmachines en een wasdroger aanwezig. En ja, er staat zelfs een strijkplank die gebruikt kan worden. Altijd handig als je lang onderweg bent. Ook voor de minder valide is er een apart toilet. Mogelijkheid tot afwassen. Ja, gewoon keurig netjes. Aan het begin of aan het einde van de jachthaven, het ligt eraan van welke kant je komt. Daar kun je nog een lekker hapje eten in de thuishaven. Schappelijke prijzen, dus daar hoef je het niet te laten. Ook wij besloten er een hapje te gaan eten. En nee, niet dit, maar gewoon onze favoriet, de schnitzel. Dat was super. In de omgeving is de biesbos te vinden. Daar kun je naartoe varen met een bootje, maar die vaart pas vanaf april, of ik meen iets van 15 april. Wij zijn dus iets te vroeg, dus wij moeten het met een foto en een filmpje doen. Wij vonden het een leuke plek en we gaan weer op pad. Vindt u onze filmpjes leuk? Geef dan een duimpje omhoog of abonneer u zelf op ons YouTube kanaal. De mazzel!